Campus is een van de drie interfacultaire onderwijsgebouwen van de TU Delft. We hebben de bibliotheek, de aula en Puls aan het IO-plein. En de campus van de TU Delft staat helemaal in het teken van verbinding en dat is ook het hoofdthema van dit gebouw. Wat wij wilden maken was een gebouw wat die verbinding, waar leren natuurlijk over gaat, heel sterk zou symboliseren. Dus we hebben een gebouw gemaakt wat meerdere gebouwen met elkaar verbindt. We maken duidelijk verhaallijnen door onze gebouwen. Mensen bewegen zich door onze gebouwen heen. Langs die routes zijn er ook plekken waar je eventjes tot stilstand kan komen, even samen kunt gaan zitten. Dus op die manier verhogen we eigenlijk de kans waarop dat mensen met elkaar in aanraking komen. Dus het stimuleren van die ontmoeting en het daadwerkelijk tot stand brengen daarvan, daar gaan onze gebouwen over. En dat zie je denk ik hier ook heel erg sterk. De ruimte waar we nu staan, dat heet de Square inmiddels. Dat is wel leuk, het is een soort plein op het plein. Die springt er wel uit. Die tribune hier achter mij, die gebruikt wordt voor bijeenkomsten, debatten, presentaties. Ja, dat is wel, ik denk wel een van de blikvangers van het gebouw. Maar hier beneden, hier precies hier beneden, waar we een soort van food court aan het plein hebben gemaakt. Ja, ik denk dat dat voor de studenten ook wel een hele, nou dat zie je eigenlijk nu al, het wordt een hele gewilde plek. In dit gebouw hebben we gekozen voor Bolide 5050 en de reden daarvan is dat het gemêleerde uiterlijk dat het geeft, dat dat heel praktisch is. Want ondanks dat hier natuurlijk steeds schoongemaakt wordt, komen hier elke dag honderden studenten. Dus dan wil je niet dat elk stukje vuil zichtbaar is. En deze vloer maskeert dat heel mooi, totdat 's avonds de boel weer helemaal netjes schoongemaakt wordt. Het is prettig samenwerken met Bolide. Als we in de designfase vragen hebben of iets anders willen dan anders, dan werkt Bolide heel soepel mee. Maar ook tijdens de uitvoering zijn ze heel bereidwillig om alles soepel te laten verlopen.